wachten tot morgen vroeg. Inhoudelijk op de film over. Maar ik was achteraf wel blij dat ik gewoon een simpele ouders had gedaan. Dat eet ik dan dus nu na schooltijd. Zit ik het echt zo te maken in de lerarenkamer. Dat komt goed. Wij hebben toch honger, dus het is... Oh, oh, oh. Jawel. Nee. Christina. Nee. Oh. Het lijkt heel vet. Ja. Het is heel gezellig. Ik meen het wel. Ja. Hoe gaaf is deze hele... Je zit helemaal onder de poedersuiker. Per stokje 2 punten. Oh, wat is het? Kijken. Sean en Jiminy zijn mijn vriendinnen van de middelbare school. Ze zijn echt topbeelden. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik heb vandaag gewerkt, maar ik had dus helemaal niks gefilmd. En na mijn werk hadden we meteen een vergadering. Tot best wel laat. En toen moest ik snel door naar huis. En toen was ik zo dom om helemaal te gaan douchen. Mijn hele haar te gaan wassen. Al mijn make-up eraf te halen. En dan was ik natuurlijk weer te laat. En als ik met Lynn iets ga doen, ben ik altijd te laat. Ik ben eigenlijk sowieso altijd te laat. Hier loopt Linda. We lopen nu. We hebben net geparkeerd op Waterlooplein. Vet chill met de nieuwe auto. En we lopen nu naar Rembrandt. Naar de première van... De Nutcracker en de For Realms of zo. Maar heel leuk. En we hebben nu daarvoor een soort VIP-ding, maar door mij zijn we dus nu al een half uur te laat. En ik heb gelukkig geen nagellak op, zoals altijd. Want ze gaan daar je nagels lakken, als je wil. Dus ik ben benieuwd. Zijn er. En ik zie echt heel veel bekende gezichten. Dat is echt mega cool. We waren helaas te laat om onze nagels te laten doen. Echt jammer. En hier zijn allemaal hapjes, maar is het sorbetijs of zo? Of is het rundvlees of zo? Godver. Jawel, het is hartig. Het zou me niks verbazen als dit rauwe tartaar is. Is dit vlees? Is dat daar? Ja, zie je? Ja, vanaf 2 dagen. Dan liggen ze in de... Oh. In de winkels. Schattig. Oké, we zitten en Lot zit hier 2 stoelen naast me. Hoi Lot. Hallo. En we hebben een goodie bag. Ik ga hem even laten zien. Het is echt heel erg leuk. Cupcake. Een zakje om onze mobiel in te doen. Een kaars. Oh, er zit water bij. Van OPI. Ja, OPI. En nagellak. Oh, ik heb volgens mij echt mega veel nagellak. Oh my god, wat het is? Kan niet. We wachten tot morgen vroeg. En dat heeft eigenlijk te maken dat we het gewoon heel leuk vinden voor de mensen die daar naar de première gaan. Dat ze niet al voordat ze de zaal in gaan, allerlei inhoudelijk op de film over, nou ja... Doe even wat leuks. Hoor je dat ook sowieso voor jezelf. Altijd beter. Oké, de film was heel leuk, maar we gingen op het einde helemaal stuk om iets wat niet met de film te maken had. Dus ik heb hier echt helemaal lopen huilen van het lachen, van de slappe lach. Elke keer zodra ik stopte met lachen, ging Linda weer door met lachen. Oh, mag ik je naam nou wel niet zeggen? Zodra ik stopte met lachen, ging zij weer lachen en andersom. Dus we hadden echt een super slappe lach, terwijl het niet eens over de film ging. En nu wachten we op de garderobe. Oké, jongens, ik ben weer thuis. Ik heb echt weinig gefilmd vandaag überhaupt. Dit was mijn outfit. Ik had echt mega outfit stress. Ik wist niet wat ik aan moest. Ik dacht, oh, première. En ik was gisteren natuurlijk in de stad, maar ik had helemaal niet nagedacht dat ik vandaag een première had. Maar ik was achteraf wel blij dat ik gewoon een simpele outfit had gedaan. Ik had gewoon deze lelijke Exprit. Laarsjes met een panty en zo'n simpel H&M rokje. En het enige zwarte topje wat ik heb. En dan mijn nieuwe Primark blazer eroverheen gedaan. Die echt zo'n beetje oud roze kleurtje heeft. Maar ik vond het wel leuk bij deze Disney film. Het was dus de Nutcrackers en de Four Realms. Het was echt een leuke film. Op het einde kreeg Linda en ik dus echt heel erg slappe lach. Ik vertelde net aan Ruben en ik moest weer lachen. Het was echt hilarisch. Het ging helemaal nergens over. En ik was met de auto gegaan en we waren geparkeerd bij de Waterlooplein garage. En we waren 13 euro kwijt. Dus op zich viel het best wel mee. Voor hoe lang we er waren. Het is volgens mij 5 euro per 70 minuten. Maar uiteindelijk viel het nog best wel mee. En we kwamen erachter dat je dus ook gewoon op Rembrandt garage hebt. Want eigenlijk staat het nergens op. Want je... loopt net zo ver als dat je met de metro bent gegaan. Maar het was gewoon zo chill om even lekker in de auto te zitten. Lekker in een nieuwe auto. Nu is het 11:30 denk ik geweest. Oh, mijn horloge loopt 2 uur voor, want ik had per ongeluk de tijd 1 uur vooruit gezet in plaats van achteruit. Deze blazer is echt heel leuk. En de laatste tijd draag ik dus weer wat vaker gewoon mijn natuurlijke haar. Ik had net uit mijn werk helemaal mijn haar gewassen. Wat ik normaal nooit doe, want het duurt uren voordat het dan droog is en ik het kan stijlen. Maar nu heb ik Veunike dan met dat oranje spul. Dan is het leuk krullig. En deze sieraden zijn natuurlijk weer van Goma die ik om heb. En deze van Mockwork. Hey. En er was een muis in de film. En echt iedereen wil nu een muis. Die was echt super schattig. En wat ik wel heel tof vond is... ik ging zeg maar, we gingen op onze plek zitten. En toen stond er echt op mijn plek een tasje met mijn naam. En daarnaast was een iets kleiner tasje en er stond er geen naam op. Maar dat was dan voor de intro DC voor Linda. En ik snap het wel, want
influencers geven ze dan een iets groter tasje. Omdat wij natuurlijk het ook weer laten zien in vlogs en dat soort dingen. Maar sommige bedrijven geven niks aan introducees. Dus ik vond het heel leuk dat ze voor iedereen wat hadden. En naast mij zat dan Jill van Doren. Die zat dan, vond ook een tasje voor. En dan weer een tasje zonder naam. En dan Lotte de Jonge van Lotte Loves Beauty. Die zat weer daarnaast. Dus dat was echt super leuk. Linda had even in de auto gekeken wat ik had gekregen. Ik heb dus 12 grote nagellakken. En Linda had dan zo'n cadeausetje. Ook echt met leuke kleurtjes van een nieuwe collectie. En ik zei tegen haar, je mag gewoon een paar donkere kleurtjes hebben. Want ik heb al best wel wat donkere kleuren. Maar ik vind dus vooral de lichte kleurtjes. Heeft ze nou gesorteerd of niet? Oh. Lichtblauw vind ik heel leuk. Ik heb niet meer mijn nagels kunnen laten doen. Omdat we eigenlijk net een beetje te laat waren. Door mij natuurlijk, zoals altijd. Maar het was echt heel leuk. En er waren meer mensen die ik kende dan ik had verwacht. Want ik zag dus Lotte en ik zag Sabrina. En ik zag Leroy. En ik zag dan Anna Denise. Die heb ik nooit in het echt ontmoet, maar wij kennen elkaar weer door anderen, zeg maar. Ik zag Shailene, Loisa, wat zag ik, Bocado. Ik zag heel veel bekende gezichten, maar die ken ik allemaal niet. Deze lila lak, heel leuk. Deze. Ik ga er ook wel een paar weggeven, want ik zag eigenlijk vooral lichte kleurtjes. En dan af en toe een donkere kleur, maar ik hoef niet zoveel donkere... Wow, zo zie ik er echt heel slecht uit. Ik hoef niet zoveel donkere kleuren te hebben, zeg maar. Omdat ik dat minder vaak draag. Wat dragen jullie trouwens vooral voor nagellakkleur? Lijkt me leuk om als je het even laat weten. Ik ben benieuwd. Ik heb altijd lichte kleurtjes. Oh, dit is ik niet. Ze hebben ook een kaars gekregen. Die ruikt echt lekker. Maar ik zie nu pas dat die ook van een nutcracker is. Deze ruikt echt lekker naar... Ja, zoete noten. Maar ik ga wel die verpakking eraf halen, denk ik. Toch? Ja. Dan ga ik nu eventjes heel snel, want ik ben altijd heel hyper. Terwijl ik nu echt moet gaan slapen, want om 6:30 gaat het lekker. En nu zie ik ineens hoe moe ik ben. Oké. Okay. En tot morgen. Goedemorgen, ik ben mega moe en het weer is echt verschrikkelijk. Kijk mijn tas, na 2 minuten fietsen. Hoi, ik ben net thuis. Ruben is er nog niet, het is echt donker. Het regende vanochtend. En net. Ik had voor 2 euro Griekse salade gehaald bij de Turk. Ik had vandaag weer vet goed gegeten. Banaan. Koffie. 2 gebakken eitjes op 2 rijstwafels. 250 gram worteltjes. Nee, minder. 150 gram worteltjes. Ik neem nu niet meer hele zakken mee, maar ik doe het echt in een bakje. Yoghurt. Met zo'n eetlepeltje crusty. Beetje golden kiwi. Beetje aardbei. Yoghurt. Ik heb het net op Instagram gedeeld. Beetje crusty. Heel weinig crusty. Al mijn collega's keken en zeiden, het ziet er echt vet lekker uit. Dat eet ik dan dus nu na schooltijd. Dan zit ik het echt zo te maken in de lerarenkamer. Dan heb ik toch de tijd. Nu moest ik boodschappen doen en alles wat ik wilde was er niet. En geen inspiratie. Ik heb nog iets van, met dit erbij nu dan 8 punten of zo. Best weinig. Hoe kan dat? Oh, die crusty en de yoghurt waren best wel veel punten eigenlijk. Ja, gaat wel goed. En ik weet niet dat het me gaat lukken mijn weekvlog vanavond te editen, want het is al laat en ik ben kapot. Wat is er echt kapot? En ik heb er allemaal gezonde boodschappen en het voelt, zie je deze wallen, heel erg leuk om... Dat op de band te leggen ofzo. Als je in een drukke rij staat en je legt allemaal lekker gezonde dingen op de band. Ik heb aardbeien en bananen. Vegenburger, een ei en groenten. En alleen maar healthy. Oh ja, en ik had een bestelling gehad bij Weight Watchers. Leuk Ruben, een geldpotje neerzetten. Zonder deksel. Want het was nu voor 20 euro een had je gratis verzending. En er waren wat kortingsdingen. En daardoor was ik echt maar iets van 16 euro kwijt. Maar ik had het heel anders verwacht. Kijk, dit is wel wat ik ervan had verwacht. Het zijn dus allemaal snacks voor weinig punten, maar ik wilde het gewoon proberen. Per stokje 2 punten. Maar uiteindelijk, als ik dan denk dat een Ferrero Rocher ook 3 punten was, weet ik helemaal niet of het nou echt veel minder punten is. Omdat het gewoon slimme marketing is. Dit, en het was dan 2e gratis, daar heb ik er 2 van. Voor tot nu toe heb ik er nog helemaal geen behoefte aan gehad. Dus ik ga het ook nu niet eten omdat ik het heb ofzo hoor. Het enige gezonde wat ik heb is dit, roggebrood. Per portie 2 punten. Hier ben ik wel benieuwd naar. En dan dit schrok ik echt, want ik dacht dus op het plaatje dat het vet grote dozen waren. En toen dacht ik, chill, een half pak drop voor 1 punt. Maar het zijn gewoon mini dropjes en een half pak is 1 punt, maar het is echt mini. Hetzelfde geldt voor dit. 2 punten per zakje, maar er zit ook heel erg weinig in. Ik dacht dat dit enorme zakken Maltesers waren. 2 punten per zak. Ja, het zijn ook echt maar iets van 6 balletjes. Het is 15 gram. Dus ik weet niet of het heel veel uitmaakt of je nou dit neemt. Of het was allemaal een aanbieding.
Of gewoon een normaal merk. Maar ja, van 16 euro bij mij vallen. Achteraf is best duur voor wat je krijgt. Ik denk dat het vooral slimme marketing is. Ik weet het niet. Alles is dus zelf gekocht. Niks gekregen, niks gesponsord. I wish. Is mijn gezicht al iets smaller geworden of niet? Ik durf me niet te wegen. Ik ga hem zaterdag pas weer wegen. Mijn collega zei vandaag, ben je bezig met afvallen? Toen dacht ik echt, yes. Ik weet het niet. Ik ben in ieder geval goed bezig en ik voel me goed. En nu ben ik kapot, maar ik ga een goede huisvrouw zijn. En een maaltijd in elkaar flansen. Hoe lekker voor Ruben als hij uit de file komt met de auto en de regen aan doet zodat er eten staat. Dus ik ben ook moe, maar hij ook. Goedemorgen jongens, het is nu donderdag en ik heb echt niks gefilmd heel lang. Ik snap dat nooit, mijn weekvlogs zijn altijd heel lang, maar ik film eigenlijk nooit iets door de week. Ik ga zo onverwacht iets heel leuks doen, want ik ga naar Niks Event. Wat heel erg leuk is. Vorige keer was ik niet gegaan, daar had ik wel spijt van. En ik ben nu vrij. En ik ga niet iets voor Komoa doen, want Komoa is een beetje off op dit moment, helaas. Dus ik ga ook niet echt investeren in nieuwe dingen nu. Maar ja, ik ga zo dus om 1:30 komt Christina naar station Weesp en dan gaan we samen filmen. En ik krijg nu dus last minute een box van Jamin opgestuurd met internationale snoepproducten en zo. Maar we zijn dus allebei gezond bezig, dus het wordt echt weiniger van eten. De rest neem ik lekker mee naar mijn werk vrijdag, denk ik. Zijn ze weer blij. Maar ik hoop dus dat het op tijd geleverd wordt. En voor Chris' kanaal zijn we nog aan het denken wat we gaan doen. Dus dat. Ik ga nu mijn weekvlog editen, want het is donderdag en hij staat nog steeds niet online. Maar hij heeft zoveel beelden dat ik het gewoon niet redde. Ik heb koffie zonder opgeklapte melk, want daar had ik geen zin in. En dit ziet er zo lekker uit. Dit is dus mijn... Wat ik nu dus steeds na werktijd eet om 2:30. Dat doe ik nu als ontbijt. Het is halfvolle yoghurt van Campina. Iets van 4 aardbeidjes gesneden. 1 golden kiwi. En dan echt een half handje krusli. Yoghurt, dan weer hetzelfde half handje krusli. En bovenop. Krusli loopt heel erg op. Dat is wel jammer. Dus dat deed ik gisteren niet, maar toen vond ik het zoveel minder lekker. Dus dat heb ik nu dan wel. En het is natuurlijk nu ook later, want het is nu al 11:15. Dus... dan eet ik op die manier ook minder, snap je? Normaal zou ik dan nu al mijn tweede maaltijd eten of zo. Dus dat is wel prima. Ik ga dus nu even mijn weekvlog editen en hopen dat de bosbode snel komt. Jongens, ziek drama. Dit is gewoon, ik kan het niet uitleggen. We hebben geen tijd om het uit te leggen. Het is nu 2:50. Ik had wel gezegd dat jij... Ja, dat ik nog eerst Chris. 2:50 en hoe laat wilde de trein? 3:00? Hallo. En we moeten nog 2 video's opnemen? Oh, dat komt goed. Wij hebben toch honger, dus het is... Het is een drama. Chris is uitgesteld op... Nou ja, jullie horen het wel in de video. Ja, met Christina. Hallo. Christina. En Jezus. Ja, zo moet het. En we... Zo moet het niet. Jawel. Nee. Christina. Nee. Oh, wat dan? Christina. Christina. Nee. Christina. Christina. Jij doet het echt krrr. Ik ook een meisje die heet dan Ea. En dan zeg ik Ea. Zegt ze nee, het is Ea. Ik hoor echt het verschil. Maar wij gaan nieuwe Amerikaanse dingetjes van de Albert Heijn testen. Oké, okay, best spannend. Wel veel leuke dingen. We zijn op die event en het was zeg maar, de bushalte was hier en hier was Bout. En mijn Google Maps zei dat we moesten lopen, dus wij helemaal onze bovenkant lijkt nu een mooie zeg maar stijl, maar het gaat straks helemaal blijven. Het lijkt heel vet. Ja. En we hebben dus net video's opgenomen en ongezond gegeten, maar kijk. En het is dan niet dat je denkt, oh het is gewoon een donut. Het zijn echt lekkere donuts. Die. En kijk, dit ga ik niet nemen. Maar dit ziet er echt lekker. Dit is diarree. Ga je deze? Is zo cute. Ik ook. Wie mag hem? Ik of Christina? Ja, ik heb zo'n over de albei die. Dus dat wordt delen. Nee, ik denk dat ik het toch maar niet ga doen. Ik doe natuurlijk Weight Watchers. Dat is echt vet dom als ik dat doe. Nee, ik ben sterk. Ja. Iedereen pakt zijn camera, toen ging ik het ook door. Dan denk ik, wat ben ik aan het filmen? Die bank. Oh my god. Nu wordt foto gemaakt. Kijk hoe leuk. Het thema is echt slugger. Dus dat vind ik wel heel cute. Hier liggen 2 donuts op een stoel. Allemaal zoet, zoet, zoet. Allemaal zoet. Deze gaat los. Helemaal los. Jongens, overal is snoep. Hier kan je kijken dat je helemaal gelegen bent. Oh, deze moet je om je hand doen. Hi. Zit bij Kyoto, jongens. Dit is Rebecca, die kennen jullie al. Dit is Christina, die kennen jullie ook al. En hier zijn mijn nieuwe gasten. Die nog nooit op mijn kanaal zijn geweest.
Linkje in de bio. Leroy. Linkje in de bio. Het is heel gezellig. Ik meen het wel. Juist. In het ietsje ook nog. Nee, maar het is heel leuk, want ik heb er allemaal dingen aangeraden die ze moet nemen. En ze heeft eigenlijk alles genomen, zowel het drinken als het eten. Alles gewoon. Nu moet je de eerste hap nemen op beeld. Oh mijn god, mukbang. Leroy. Leroy, jij ook. Die boontjes zijn echt heel chill als eerste mukbang. Ja. Komt-ie. Heb je geen sojasaus erbij? Oh. Wow. Oh, allemaal van mij. Is het lekker? Ja, hè? Leroy, kom op. Doe het. Niet die boon erbij, niet die schil eten. Oh my. Wat zeg jij nou? Leroy. Weer thuis. Ik zeg het net op Insta story. Het is echt, wow, ik ben moe. Bizar. Dat ik gewoon, het is nu 50 en ik was om 20 nog Christina, Leroy, Denise en Rebecca aan het huggen van doei, zeg maar. En 30 minuten later ben ik gewoon al thuis. Dus ik zei op Insta van, wees me zeg best wel saai, maar het ligt wel heel erg relaxed hoor. Ik bedoel, Christina moet nog 2 uur in de trein en Rebecca nog 1 uur en Denise nog 1 uur en Leroy hoeft maar 5 minuten te fietsen. Dat is heel leuk. Ik heb Denise nu voor het eerst, ik had ze bij de première laatst voor het eerst gezien, maar ik vind haar echt ontzettend leuk en gezellig. Echt zo leuk. En Leroy is echt het liefste schat op aarde. Hij is zo schattig. Ik vind hem zo'n lieve jongen. En het Jamin-pakket is dus niet gekomen. Ik weet niet of ik dat al verteld had. Het is wel gekomen, maar het kwam dus met DHL. Dus veel later dan gepland. Dus heb ik dingen bij de appie gehaald, want anders hadden we geen video. Maar die is er nu wel. Hier. En ik had van Biodermal een setje gekregen. Het is nu bijna weer de kerstperiode, dus het zijn allemaal hele cute setjes. Met de PCLE-creme en de handcreme. Ik vind het een heel chill merk, maar ik weet wel dat mijn moeder echt heel fan is hiervan en dit heel graag zou willen. En dit is denk ik dat je de handcreme opdoet en daarna die handschoentjes gebruikt, denk ik. Ik ben moe. Ik ga zo even mijn punten invoeren voor Weight Watchers. Deze dag was echt mijn weekpuntgebruikdag. Echt heel slecht, maar het was echt even voor YouTube op de vent. Niet maar net sushi, niet heel veel, maar toch te veel. En dan gaan gewoon mijn weekpunten gebruikt worden. Morgen ga ik echt even heel streng doen. Maar ja, op deze manier is het wel vol te houden. Het was gewoon te gezellig om met hen sushi te gaan eten. Dus dat is ook wat fijn aan Weight Watchers. Ik ben zo kapot. Iedereen was kapot. Maar Denise bijvoorbeeld, die heeft echt ziek veel events gehad deze week. Dus ik snap wel dat zij echt kapot is. Maar ik heb ja, werkweek gehad. En natuurlijk, wat ik al zei, zo'n drukke week gehad. Zoveel dagen achter elkaar dat ik iets aan het doen was. Kijk op de doos van Jamin. Oh, het zijn wel heel veel dingen die ik nog nooit geproefd heb. Wel heel leuk. Ja, daar maak ik gewoon nog een video van. Dit. Oh, wel echt toffe dingen. Deze. Oh ja, die panda dingen. Dit. Oh, ik heb het allemaal nog nooit geproefd. Grappig. Maar dat komt nog wel. Een keertje. Nu ga ik mijn thumbnail maken zodat mijn weekvlog morgenochtend online komt. Wat dus 2 dagen te laat is. En ik heb, oh ja, ik wil ook nog even mijn Nix-pakketjes laten zien. Want dat is wel heel erg leuk. Nix doet het altijd heel leuk. Want ze laten je eigenlijk altijd zelf je goodiebag samenstellen. En daardoor heb je iets wat je echt heel leuk vindt. We waren wel een beetje laat. Dus echt hele leuke dingen die we wilden waren wel op. Maar er was nog heel veel. Ik heb net naar huis gelopen. En ik ga heel rommel. Ik ben helemaal uitgeput of zo. Niet qua conditie, maar gewoon omdat ik zo moe ben. Ik had de laatste, of Rebecca of ik, een van ons, had de laatste adventkalender. Dus dat is echt heel vet, want die wil je natuurlijk gewoon. Hiervan had ik de laatste. Heel blij ben met allemaal lippies. Ik zeg altijd, ik moet het echt cadeau geven omdat het er zo leuk uitziet. Maar je kunt het natuurlijk ook aan jezelf geven. Maar hoe gaaf is deze hele soort van draaimolen aan lippies. Het zijn soft matte metallics. Heel tof, want vaak zit er allemaal oogschaduw in dit soort pakketten. En ik draag geen oogschaduw, dus nu mocht ik het zelf kiezen. Deze vond ik heel gaaf eruit zien. Dit zijn echt cadeautjes. Stel dat je dit onder je kerstboom krijgt. Ik zou het liefst dit gewoon inpakken en het onder de kerstboom leggen. Sprinkle Time. Ik was vooral benieuwd naar die lipglossjes. En dat andere is denk ik voor je ogen. Maar ik vind glitters wel heel leuk. Dus ik ga nog even kijken. Dit is echt een cadeau. Weer een blik. Tof, hè? Met Licorice Jane. Dit zijn 4 matte lipsticks, maar echt hele toffe donkere kleuren. En ik vind dat met de feestdagen wel heel gaaf. En hoe leuk ziet het er allemaal uit, jongens. Zo leuk. Oh ja, dit is de laatste. En dit zat allemaal een beetje candy. Sugar, cute. Ook donkere kleuren. Ze hadden niet echt lichte lippies, maar ik heb nu heel veel lippies. Dus ik ga er ook nog wel vriendinnen en zo blij mee maken. Maar ik heb echt dingen gekozen die ik er zo leuk uit kan zien. Butter glasses. Dus heel blij mee. Nu ga ik echt even die thumbnail maken. Chillen. Ruben is er even niet. Dus ik ga even helemaal relaxen. TV kijken.
en nagenieten. Het was echt heel leuk. Ik heb het echt heel leuk gehad. En is ook video met Chris opgenomen. Dus helemaal top. En het lekkere is dat het nu pas... Is het 9:15? Het was toch 8:15? Volgens mij is het 8:15. Dus een hele leuke dag gehad voor mijn gevoel. Een hele dag. En ook nog eens... Het was wel heel irritante regen. Maar ook nog eens nu nog een avond. Ik bedoel, normaal zijn we nu ook pas klaar met eten. Begint mijn avond nu pas. Dus ik heb zeker nog 2 uur vlug geslapen. Dus heerlijk. Ik had dus gisteren die proefvideo met Chris opgenomen. Je ziet dus wel dat je het donker opmaakt. Niet dat je een beetje zo poeder op hebt. En toen zei ik, zeg ik altijd van, nou, de rest geef ik aan mijn collega's wat overblijft, want dan eten we thuis niet op. Maar echt bij bijna elke koek zei Ruben, die wil ik. Ik zei, maar dat is echt veel te veel. Dus ik had nu wel iets van 3 dingen even in de koektrommel hier gelegd. Dus die is weer lekker gevuld. Dat is wel echt het voordeel. Nou ja, ik denk dat iedereen wel iemand weet aan wie die het kan geven. Maar vroeger als ik taarten bakte of zo, dan gaf ik het altijd op mijn stage weg. Want op een school wil iedereen eten, altijd. Dus, bijna weekend, jongens. Er zit heet iets in mijn oog. Maar ik weet niet wat. Goedemorgen allemaal. We hadden vandaag een dagje gepland met elkaar. We hadden niet echt iets gepland, maar meer van dat we weer even wat samen gingen doen. En in plaats van heel lang nadenken wat gaan we doen, zei Ruk van laten we gewoon weer naar Haarlem gaan. Aangezien we dat een maand geleden hier waren, weten jullie wel. Vonden we zo leuk. En ik was dus met Suzanne bij Sla in Amsterdam en daar vond ik het echt niet lekker. Maar hier was het zo lekker, dus we hadden echt zin om hier gewoon te gaan ontbijten. Oké, we hebben weer dezelfde veggie burgers geladen. Ruben heeft hem dus ook genomen. En ik heb hem met een andere dressing. Oh ja, ruikt lekker. Ik heb die dressing, dus op een gegeven moment heb ik die wel een beetje gehad. Hij is heel lekker. Ik heb nu dus truffel dressing. Ziet er echt mega chill uit. Wij hebben heel lekker gegeten. En we dachten van eigenlijk zijn de winkels in Haarlem niet heel chill. Het is best wel dichtbij. Ik had me zeg maar opgehakt in de auto. Precies toen ik klaar was, waren we er. Dus het was volgens mij nog minder dan een half uur rijden. Maar toen zei ik, laten we weer een keer naar Hoofddorp gaan. Want we willen oprecht allebei winkelen. Hij wil dat nooit. Maar we willen echt even nieuwe kleren. Dus laten we maar naar Hoofddorp gaan. Maar dat is dus weer 25 minuten rijden. Maar dan rijden we een soort van zo in een driehoek. Ruben gaat een puddingbol eten. Oh, ja, doet lekker van onder. Huh? Dit is echt zijn craving. Dit zit hij zo lekker. Eén hapje. Ik moet het even vastleggen. Maar je moet tegen de wind. Wow, ik heb een leuke jas aan van volmaal.nl. Zo hé. Je zit helemaal onder de poedersuiker. Ik ga even mijn jas laten zien, jongens. Willen jullie deze jas ook? Wij zitten bij Zoet en Zalig. Echt een heel cute tentje. Meestal gaan wij, als we zeg maar een beetje inkakken, gaan we naar huis. Maar ik zei, laat even een drankje doen. Dus ik heb een soort van huisgemaakte limo. En hij heeft een munt gemberthee. Het is hier echt super cute. En ze zijn ook echt heel aardig. We hebben net even boodschapjes gehaald. En we gaan nu naar de oma van Ruben. Want haar, zijn opa is natuurlijk overleden. Dus we gaan nu even gezellig naar haar toe. En het is echt zo'n leuke vrouw. Dus ik ga nu lekker voor de koken. En lekker een borrelhapje erbij en zo. Oh, ze ziet er zo lief uit. Ik vind Ruben's oma zo lief. En niet zo hoog, hè? Nee, zo. Ja, dit is het systeem van vroeger. Zal ik kijken of je ook dat je uit kan leggen. Heb je wel eens op een mondorgel gespeeld? Een mondharmonica? Ja. Ja, een beetje. Nou, dan heb je de zal ik zeggen, de begin met de do, re. Maar bij dit en bij een mondorgel is het, moet je inhalen bij de do. En bij de re moet je het uitblazen. Oh, zo, oké. Het is op en om. En het heeft de bassen van. Wow, mooi geluid. Mooi zeg. Ja. Dan, Wow. Oh, ja. Ja, dat is de bassen van, die donkere. En dit is in de hoge. Dat is de voorkant. Ja, oh, ik wil het straks ook eens proberen. Ik moet hem vastpakken, want het dingetje is los. Maar dan doen we het zo makkelijker, toch? Zo? Ja. Maar ik moet hem zo doen, toch? Of moet het zo? Oh, ja, zo. Ja, dat doen we, ja. Die was muzikant, hè? Die deed dit. Echt? Die deed het op de bruiloften en alles. Spelen. Die deed op bruiloften, denk ik. En geen. Ik vergeet nog, hoor. Tijd niet gespeeld, joh. Natuurtalentje. De notebook, die is mooi. Hoe heet die? De Intouchable.
laatst in de shower horen kijken of ze die kan naspelen. Dat zou echt cool zijn doen. Goedemorgen, ik had nog een pakketje gekregen van FS Energie. Dit vind ik zo lief. Ik heb niet zoveel contact meer met hen helaas. Maar soms wil ik ook naar een event en dan zeg ik van ja, ik weet niet of het gaat lukken met werken. Dat was ook bij dit event. En dat ze dan nog toesturen vind ik echt mega lief. Lekker kattenharen. Ik had een nieuwe geur voor mannen ontvangen. Ruben vindt hem dus best wel lekker. Hij zegt dat hij me een beetje doet denken, oh die haren. Noah ligt hier altijd. Aan die Emporio Armani. Of die witte, weet je wel. Hoe heet die? Nee? Niet Armani. Er niet opkomen, ik weet niet. Hij vindt hem wel echt lekker en hij had ook echt een nieuw luchtje nodig. En ik vind hem ook best wel lekker, want Denise Anna die had hem volgens mij ook opgedaan, ook is de mannengeur. En het rook echt best wel lekker. Het deed mij een beetje denken aan Abercrombie. En deze ruikt heel citrus frisachtig. Dit is dan dus de shower gel. Maar ik vind het dus zonde om hem open te maken, omdat het niet echt mijn geur is. En ik ben altijd... Dan denk ik van ja, dan kan ik beter iemand anders blij mee maken. En als hij ruikt zoals deze, ik vind hem echt lekker. Ik vind hem niet vies, ik krijg er geen hoofdpijn van of iets. Maar het is niet wat ik normaal draag. Dus ik ga nog even twijfelen of ik hem ga openmaken of niet. Maar ik heb in ieder geval deze nieuwe luchtjes dus gekregen. Goedemorgen. Ik zit in de auto, ik ben naar Aastad aan het rijden. Ga ik een vriendinnetje oppikken. Shanna. Shanna en Jimmy zijn mijn vriendinnen van de middelbare school. We hebben elkaar denk ik alweer 3 maanden of zo niet gezien. We gaan tegenwoordig altijd lunchen in Hilversum, super gezellig. Dus dat gaan we nu ook doen. En... ik pik haar op. Ik zeg laatst lekker met de auto, want het is zoveel chiller. Het rijdt dus eigenlijk sneller naar Hilversum, maar het is koud. En het is best een goede dag nog hoor, maar het is gewoon koud. Dus dat is chill. En je manier komt dan naar Hilversum toe, want die woont nu in Apeldoorn. En dan gaan we daar lekker die lekkere salade met zalm eten. Echt vet als in een ik in ieder geval. Nog een beetje winkeltjes kijken. Maar zij, ja, Shanna vindt het niet erg om gefilmd te worden trouwens. Je manier wil niet. En ik rijd de bocht om en daar staat Shanna. Zo kan ik filmen zonder dat er iemand opstaat, dat is vet chill. Oké, okay. We zitten en het is echt heel leuk, want we zitten nu dus boven. Normaal zitten we buiten. En als je boven zit, dan moet je dus op een briefje schrijven wat je wil. En dan gaat het daardoor zo'n soort van buis naar beneden. En ik schrijf een bestelbriefje, vouw het op, stop het in een bal, druk de bal goed dicht en werp de bal in de mond van de pop op de speelzolder of in de bypass naar waar je het trapt. En nu maar wachten. Vet leuk. Nee, ik ga nu het erin doen. Zou dat je daarin moet doen? Je moet wel een bal doen, hè? Waar is de bal? Oh! Ja, moet zo nog een bal. Moet je inzoomen, je ziet het bijna niet. Ik weet ook niet hoe dat moet. Ja! Wow. Nou, dat gaat zo, hoor. Ik denk niet dat deze bal dat in de pop gaat. Ik denk het ook niet. Oh, daar gaat hij! Oh, die ene mensen wacht echt nog vet lang op de bestemming. Die mensen hebben al half uur geleden ingegooid. Goed leven. Beelden. Het is echt visual. Visual zegt het helemaal. Bedankt voor deze mooie beelden. Dit maakt me vlog echt beter. Nou, ben je aan het inzoomen? Ja. Ik wil nog inzoomen. Beelden. Kijk. Dit is gewoon melk en ze geven dus... Je kan dus waarschijnlijk dus ook witte en pure kiezen. Ik vind het echt heel leuk. Vet slim. Oké, jongens, dit is de salade. Dit is hoor. Mega lekker. Hallo. Oh, ik glim. Het is al. We waren hier om 2:30 en het is al 5:30. We zitten hier nog steeds. Ik ga nu even heel snel naar de Action en de tuinen. En dan neem ik deze twee dames in mijn mooie GTI-auto weer naar Wees. Ik ben weer thuis. Het was zo ontzettend gezellig. Normaal gaan we eigenlijk even lunchen, drinken en dan nog even winkelen of zo. Maar die dachten, waarom blijven we hier gewoon zitten? Dus we hebben er echt meer dan 3 uur gezeten. Dat was echt heel leuk. En verder is het alweer voorbij. Het weekend was heel leuk, maar ik heb niet super veel ervan gefilmd. Ik heb deze super cute theetjes gekocht bij de Action. Dus je ziet niet hoe cute het is, een beetje donker. Maar kijk hoe leuk. Als een soort van kerstboompje-achtig. En dan Sensation Flavor. Het is ook heel leuk om cadeau te geven, maar ik ben ook wel heel benieuwd hoe ze smaken. Want dit is appelkaneel en dit is chai. En je maakt het gewoon hieronder open. Zwarte thee en aroma. Super leuk. Nog geen euro. Oké, jongens, ga ik de weekvlog hier weer afsluiten. Het is nu weer maandag. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik ben niet helemaal lekker vandaag.
Ik weet niet precies. Ik ga vanmiddag naar de dokter, want ik ben bang dat ik misschien een blaasontsteking heb. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie de week vlog heel leuk vonden. Hij was volgens mij iets korter nu. Veel leuke dingen gedaan, maar niet mega veel beelden. Doe even je duimpje omhoog als je hem leuk vond. En laat even een leuke reactie achter. Lijkt me leuk. Bedankt voor het kijken en ik zie je bij de volgende week vlog. Doei!